En stelletjes hier ook vooraan, hoi. Hoi. Wauw, je hebt echt grijs. Je ging echt helemaal voor de accountant vandaag, of niet, qua outfit. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Hoe heet je? Twan. En Twan, wat doe je voor werk? Werk als consultant. Je wordt als consultant. Zie je? Bam, bam, bijna. Hè? Accountant, consultant. Ik dacht één van die twee. Één van die twee, ja. En voor een van de grote vier? Nee. Oké, okay, dus je hebt nog wel een sociaal leven? Nee. Ook niet? Nee. Vind je, ben jij zijn vriendin? Nee, oké. Okay. Wat is je uurtarief? Nee. Grapje. Hij is toch gewoon, kijk nou naar hem. Naar Twan. Ja, nee, dat grapje. Hoe zijn jullie elkaars friendzone? Wat dan? Wat zei je? Oh, gewoon een date. Eerste date? Nee. Hoeveelste date? Tweede. Tweede. Oh, dit is al geneukt al. Jawel, jawel. Ja, ja, ja. Allebei lekker. Ja. Ja. Mensen achterin zeiden nog, je moet niet met een gestrekt been erin gaan. Maar ik heb wel... ik heb te veel materatie in me, denk ik, vanavond. Wow, leuk. En wat doe jij voor werk? Ambtenaar. Oké. Is het niet een belangenverstrengeling hier? Kun jij Twan inhuren? Het zou kunnen. Zou kunnen, hè? Ja, zo begint het, hè? Het is gewoon, dit, in Limburg is dit heel normaal. Waar kom jij vandaan? Duitsland. Oh, wauw. Maar in Duitsland hebben we protocollen, of niet? Ja. En waar uit Duitsland? Münster. Luister, ik ben half Pools, half Nederlands. Gemiddeld maakt me dat ook een Duitser. Ja. Of niet? Toch? Ja. De consultant zegt ja. Maar wat leuk, ik ga je niet te hard pakken, want er is nog veel te veel om uit te pakken hier. Dus niet alle meteen alles opeten. Hoi, jij ziet eruit alsof je een consultant bent met smaak. Hoe heet jij? Bas. En Bas, ken jij Twan toevallig, Bas? Ik ken Twan. Ja, zoals jullie zien, wauw. Jullie zien, echt serieus, jullie hebben allebei best wel veel Gaston in jullie, ja, van Belle en het Beest, ja. En jullie kunnen niet zien, Bas, kijk even die kant, het is aan. Best wel Gaston toch, of niet? Ja. Gaston, ja. En Bas, wat doe je voor werk? Ja, ik werk bij een start-up. Startup. Je werkt bij een startup. Oké. Sorry, ik moet wel even zo met je praten. Ja, levelen toch? Ja. Wat voor startup is het dan, Bas? We doen kunstmatige intelligentie voor elektromotoren in de zwaarindustrie. Vanavond betaalt Bas voor alle drankjes. Damn! Wauw, man. Ik ben gewoon het tegenovergestelde. Ik ben jouw contrabas. Dit is voor de oudere mensen die van woordgrapjes houden. Die komen ook aan de trekjes dan. Wauw, wat vet, man. Dus, wacht even. Kunstmatige intelligentie, elektrische motoren in de zware industrie. Bam, bam. Dus wat moet jij, mag jij, als Chinezen willen jou kidnappen, is dat zo erg? Valt mee, oké. Dus niet alle drankjes, alleen het eerste rondje. Ja? En jij bent zijn vriendin? Ja. Oké, en hoe lang zijn jullie nou samen? Een jaar. Een jaar, oké. En hebben jullie een advies voor een consultant met een Duitse date? die tweede date zijn. Hebben jullie daar advies voor? Niet vooraan gaan zitten. Niet vooraan gaan zitten, ja. Maar dat hadden we niet bewust. Ja. Oeh, ja. Met mijn uiterlijk dat soort grappen maken, oeh. Ja, en hoe heet jij? Vera. Wauw, jezus, jullie zijn echt gewoon... Echt gewoon een droomkoppel gewoon. Ik hoop echt dat jullie stiekem gewoon allemaal lijpe problemen hebben. Ja, dat jullie thuis echt gewoon... Dat jij hem niet omhoog krijgt of zo. Ik ben echt, ja. Maar ik heb een elektromotor. Ik heb kunstmatige intelligentie ervoor. Ja. En Vera, wat doe jij voor werk? Maar in between jobs. Sorry? Recruiter. Ja. Oké, dus je bent gewoon pimp. Pimp, ja. En wat voor recruiter? Want eigenlijk is recruiter gewoon aanzienbureau voor mensen met een WO opgeleid, toch? Ik
Ik deed het voor het advocatenkantoor. Je deed het, het advocatenkantoor? Ja. Zo klinkt het toch? Even serieus. Iedereen hoorde dat toch ook? Ja. In mijn hoofd sowieso, ja. En welk advocatenkantoor? Lawyers & Loof? Oké. Dus het is gewoon qua nastyheid. Het is gewoon net boven de hel. Ja. Dat wel, ja. Dus dit is echt de powerkoppel gewoon. Dit is echt. Dit hier is gewoon 4 ton. Ja, dus ik denk dat dit 4 ton is samen. Dit is 4 ton. Dit is 2 ton en een heel klein beetje. Ja, je bent ambtenaar. Hallo.